Nou, welkom bij Dynamite Medic Shop, product nummer 124. 124. Kijk. En sinds een jaar weer met onze grote vriend Leon. Hallo. Iedereen heeft zich afgevraagd, waar is hij het hele jaar geweest? Hier. Hij was gewoon hier, niet de hele tijd, we hebben 2 maanden bij je echt thuis geweest. Hè? Het was vorig jaar toen het echt alles dicht ging, dat ze zeiden, ja, je moet echt thuis blijven. Toen was het ook hier heel rustig toen. Heb ik een hoop kopietjes gemaakt, ja, en andere dingen, website en... Ja, administratieve dingetjes zeg maar ook, en heel veel dingen uitgezocht. Het is wel gewerkt, maar van thuis uit, zoals we dat eigenlijk zeggen. Maar, hij is alweer. Ja, bij deze ook meteen een oproep voor een kapper. Als er een kapper is die knipt of even koffie wil drinken, alleen kan ook. Ik denk dat de meeste mensen wel kappers wel knippen eigenlijk. Oké. Okay. Ja, misschien dat ook elkaar verder. Wil je het toch hebben over kappers, afspraken, dat soort dingen? Goed nieuws mensen, goed nieuws. Vanaf woensdag 3 maart, ja, gaan we kijken of onze deur nog open kan van de winkel. Die is 3 maanden dicht nu. We gaan kijken of die nog, als die even open kan. Ja. Dat betekent dat je weer langs mag komen. Maar er zijn wat regeltjes. Die heb je wellicht al gehoord. We noemen ze even heel kort op. Je mag de winkel bezoeken. We maken in deze speciale periode voor iedereen 1 uur maximaal de tijd. Dus 3 uur rondhangen is er niet bij. 1 uur maken we de tijd. Dus in principe als je vragen hebt of een lijstje hebt of bepaalde dingen, is 1 uur genoeg. Dat moet gewoon kunnen. In dat uur nemen we voor jou alleen de tijd, dus met 1 klant, of als je met 2 komt, kan ook, maar dan ben je alleen in de winkel, zeg maar. Krijg je 1 uur de tijd, daarna is er 1 kwartier hier niemand, dan luchten we eventjes voor iedereen, en dan komt weer de volgende. En zo kunnen we 5 personen per dag ontvangen, van dinsdag tot en met zaterdag. Als je wil langskomen, nou, wettelijk moet dat 4 uur van tevoren moet je aankondigen, dat doen we ook netjes. Dus stel dat jij wil komen, meld het op tijd. We plannen je dan voor 1 van de tijdvakken in. En daarin kun je hier terecht. Je draagt een mondkapje, uiteraard, houdt afstand. Wij ook. 1,5 meter afstand. Wij ook, we hebben ook schermen tussen jullie en ons, zeg maar. Dus die zijn er ook gewoon. Laat het op tijd weten. Dus als je nu weet dat je volgende week een keer wil langskomen, bel dan nu. Dan kunnen we je nog inplannen. Heb je ook de meeste keuze uit tijdsblokken. Maar echt, we houden ons netjes aan de regels. Dus bel niet 's morgens om 10 uur dat je om 11 uur wil komen, omdat je in de buurt bent. We nemen het risico niet, het gaat allemaal netjes via de regels. Kijk, om 10 uur 's morgens bellen, dat je om 3 uur wil langskomen, dat is goed, als er nog tijd is. Ik zie dat iedereen belt. Oh, ik wil gewoon laten weten dat ik een keer langskom, maar wanneer weet ik niet. Maar er zit er in ieder geval 4 uur tussen. Daarom. Maar geef aan, we hebben echt een tijdschema voor onszelf gemaakt, we vullen dat netjes in. Dus we kunnen precies zien wat er nog vrij is, laat het even weten. Dus ook als je nog spulletjes hier hebt liggen, bijvoorbeeld van de livestreams, die we nog steeds elke dinsdag doen. En waar we afgelopen dinsdag de 50ste aflevering van hebben gedaan. Waar nog steeds heel veel gebruikte goochelartikelen in verkocht worden. Zo'n 50 tot 60 per aflevering. Daar gaat er momenteel gaan er echt doorheen, zeg maar. Die worden gewoon verkocht. En daar komen er nog een aantal aan. Dus, ja, misschien voor de mensen die er nog niet bij geweest zijn, kan René hieronder, of bij YouTube hieronder, even een linkje plaatsen naar de Kurt Katana pagina, zodat mensen op de hoogte zijn collectie, van de livestreams. Ja, ik heb de vorige update ook verteld inderdaad, dat als je kijkt op de speciale pagina, Magic Collectie pagina, of op de Dynamite Magic Shop Facebook pagina, daar staat elke week, staat keurig dat aangekondigd, en er staat een link bij naar die video, en dan kun je kijken, en heel veel mensen maken er gebruik van. En die spullen liggen vaak hier te wachten die mensen gekocht hebben, totdat ze meer hebben gekocht, en dan wordt het opgestuurd. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik kom het liever ophalen, en daar is dat zo meteen weer een geschikt moment voor. Kregen we gisteren een fantastisch mooi ding binnen. Exclusief. En ik zal het laten zien. Want, wat is dit namelijk? Dit is een, ja, ik noem het even een podium. Iemand noemde het een catwalk. Omdat ik er gewoon even gedaan voor had. Maar het is een, ik laat het gewoon even zien. Normaal hoef je het niet zo te laten zien. Maar omdat we in een video zitten voor goochelaars. Hier staat het merkje. En 8 Quality Magic Tricks, die maken dit, zeg maar. Het is namelijk zo, vroeger waren er zo'n 2500 jaar, voor Christus zelfs, in het verre Egypte, werden farao's die stierven, die werden begraven of bijgezet in een piramide. Die werden er eigenlijk omheen gebouwd. En alle schatten werden daarin ook bewaard, in die piramide. Werden eigenlijk mee begraven, zodat alle schatten bewaard bleven en veilig waren. Maar er waren natuurlijk altijd kapers op de kust. Nou, kaper. Maar die mensen werden wel eens gepakt. Want vaak had je allemaal een soort van booby traps. Mensen die Indiana Jones gezien hebben, weten het allemaal. Als ze daar al niet om het leven kwamen, dan gebeurde het soms wel op een andere manier.
Dus als ze gepakt werden door de lokale bevolking of de bewakers, dan werden ze meegenomen. Ze werden neergezet op een vaste plek. En om te voorkomen dat die mensen konden ontsnappen, gebruikten ze dan een soort kooi. Nou, dit is geen metalen kooi, dit is een houten kooi. Voorzien van allemaal gaatjes. Die kooi gaat daar zo overheen. Je houdt zich dus wel aan de coronaregels. Dus hij komt alleen. Hij heeft een scherm om zich heen. Ja, hij heeft alleen geen mondkapje. Ja, dat is niet meer. We hebben nog een koker. Want dit was namelijk een kist. Die werd ook nog om het geheel heen gebouwd. Om te voorkomen dat mannetje kon ontsnappen. Heel belangrijk. En nog mooier is, op het deksel, op het kist werd nog een deksel gelegd. Zo. En er werd een sphinx bijgezet. En die sphinx, die riep een vloek uit. Over de dief. Die riep een vloek uit. Over de dief. En die zorgde ervoor dat die dief nooit meer kon stelen. En dit was een vrij definitieve vloek. Want op het moment dat die sphinx naar die kist kijkt, kwam normaal gesproken rook uit de deksel. En was er iets heel vreemds gebeurd. En alle familie en vrienden, als u een vrienden had, die dachten, waar is die man gebleven? Die kwam nooit meer thuis. Want als je namelijk alles uit elkaar haalt, dan hebben we hier het deksel. We hebben hier de koker. De koker met de gaatjes. En de dief, zoals je mag noemen, is spoorloos. En alles mag onderzocht worden? Verdwenen. Ja, in principe mag je alles laten onderzoeken. Kijk, valt er wat te onderzoeken, vraag ik me dan af. Maar in principe mogen mensen alles onderzoeken. Kijk, we hebben geen verpakking van hier. Dit heet The Curse of the Pharaoh. Fantastisch mooi gemaakt. Even uitgaande, we hebben net de laatste 10 minuten al een paar orders weer gehad hiervan. Ook telefonisch. Mensen zeggen, leg er een opzij. Er zijn er 100 gemaakt. Ik denk op het moment dat jij de video kijkt, weet ik niet of ze er nog zijn. Maar er komen nieuwe aan, dus geen paniek. Ja, dat is een mooie truc in ieder geval. Toen ik de video keek, moest ik toch even een paar keer kijken. Jij had het nog niet live gezien. Jij zag het nu vanuit de goochelaarshoek, zeg maar. Ja, het is gewoon heel mooi. Je krijgt het uiteraard helemaal compleet met een certificaat. Dat certificaat staat ook het nummer op van je truc. Dat er maar 100 gemaakt zijn. Uitgebreide instructies krijg je erbij. Voor de prijs, ik weet niet of ik het net al zei, van €295. Prachtig ding. De Curse of the Pharaoh. En check onze website ook, want we hebben heel veel mooie, gave dingetjes. Ja, maar die hebben we altijd collectors dingetjes. Ja, daarom. De laatste tijd hebben we het wel meer, heb ik het idee. Je moet toch over iets gaafs praten. Ik heb 2 kubussen meegenomen, René. Gaaf. Zoals je kunt zien. En zoals je kunt zien kun je er gewoon aan draaien. Dat is een kubus natuurlijk. Ja. En als je zou willen, wil ik jou vragen om 1 van die 2 kubussen te pakken. Mag deze zijn of deze zijn, wat je zelf wil. En dan wil ik je vragen om de kubus te maken. Het maakt niet uit welke? Ik zou die andere zou pakken. Nee, maakt niet uit. Ja, dus dan pak ik hem zeker. Wil je vragen om de kubus helemaal door elkaar te draaien? Hij zit al door elkaar. En als je dat gedaan hebt, mag jij die heel mooi afdekken met je handen. Zal je even niet kijken? Dan heb ik niks anders om je af te dekken, ben ik hier aan het kijken eventjes. Nee, ik heb even niks anders. Ik dek hem af met mijn handen. Top. Tevreden? Ik ben tevreden. Oké, okay, ik heb hier ook een kubus die ook helemaal door elkaar gedraaid is, zoals je kunt zien. Ja. En ik ga proberen om die kubus precies hetzelfde te maken als jouw kubus. Dat lijkt me sterk, want je hebt mijn kubus niet eens gezien. Ik ga de gedachten door de camera lezen. En mensen, ik kan geen kubus oplossen en je moet me ook niet vragen om ze in te draaien, want ik kan het niet. Ik ga het proberen, hè. Ik zeg niet dat het mij allemaal gaat lukken, hè. Ja, je moet er goed bij nadenken, hè. Nee, voor mij deze truc veel te ingewikkeld. En ik vertel even ondertussen dat je de kubus ook achter je rug kunt houden. Maar we zitten op een stoel, dat is niet handig. Zou ik een blender ook kunnen doen, maar ja. Ik vermoed dat die klopt. Met jouw kubus. Je raakt hem verder niet meer aan. Dus dank je misschien. Ik zet ze langs de kamer, kijk hier, ik zie het al namelijk. En zoals je kunt zien, met alle zijdes van de kubussen. En dit is nog toffer, vind ik. Zo heb ik hem beschreven gelezen, vind ik zelf. Dat je
twee kubussen. Jij mixt een kubus, goed toeschouwen, mixt een kubus. En dan pak je... of je laat ze allebei mixen door een toeschouwer. Ja, dat kan ook nog, ja. Dat is nog mooier. En dan één toeschouwer blijft zijn kubus houden. En jij neemt hem terug en je zegt, ik ga hem oplossen. Ja. En dan draai je het en zeg je, opgelost. Maar dan zit hij door elkaar, zeggen toeschouwers. Nee hoor, hij zit door elkaar. Oh nee, maar ik zei niet dat ik hem ging oplossen, dat hij opgelost was. Maar ik zei dat ik hem ging oplossen, zodat hij hetzelfde was als de andere toeschouwer. En dan heb je dus dat ze gaan vergelijken en dan matcht alles. Hier zijn heel veel effecten mogelijk. Ja, je hebt echt... Je kunt ook één kubus gebruiken. Je draait de kubus door elkaar of de toeschouwer draait hem door elkaar. Je vraagt naar een website te gaan. En tot verbazing staat daar een foto met precies dezelfde kubus. Ja. Hoeveel effecten kun je ermee doen nu al? Ja, ik zou je eerlijk zeggen, ik heb het nog niet heel veel geoefend. Nee, oké, maar de 15 of 20 effecten staan er. We mogen best zeggen een beetje wat je krijgt. Ja. Want wat je hier ziet is high-tech. Dat is gewoon niet gelogen. Ja. Ik krijg twee speciale kubussen. Kubussen, ja. Het werkt met een app. Met een app, ja. De app is voor iOS en voor Android. Ja. Werkt prima, is altijd up-to-date. Wij hebben goede contacten met de bedenker. Ja. Dus als er ooit wat zou zijn, laat het weten. En het is binnen nu opgelost, zeg maar. Ja, binnen een paar minuten opgelost. Ja. Ja. Maar zover zijn er nog nooit problemen geweest. Ja. Dus het is gewoon tof. Je kunt echt heel veel dingen mee. Met één, met twee kubussen. We leveren het compleet. We leveren het met twee kubussen. Ja, normaal koop je de app inderdaad. Hè? Ja. Wij hebben inderdaad alles compleet. Met stickers, de app. Deze zijn overgeplakt. De stickers zijn iets andere kleuren als je ze krijgt. Maar daardoor zijn de kubussen wel weer heel goed. Interessant qua prijs. Ja. Want je betaalt nu voor de hele set betaal je €239. En een beetje goede kubus in deze kleuren betaal je maar al €40-45 voor. Dat zou al met twee kubussen €90 zijn. Nou, wij hebben in principe krijg je bij ons voor €50. Want hebben ze normaal iets van €180-190. Krijg je twee kubussen erbij. Die zijn prima, maar als je zegt ik wil het nog mooier, fellere kleuren maken. Wij doen er voor jou ook gratis stickers bij. Dus ja. Dan kun je gewoon, ik heb er, ik heb wel netjes gedaan, misschien een half uur, drie kwartier over gedaan om eenmalig die stickers te vervangen, omdat ik dat gewoon mooier vond. Hoeft niet, maar ze zitten erbij. Krijg je er ook bij. En inderdaad, check even de website Cubes met Complete Kit. Ja. Daar staan alle routines die nu al in de app zitten verwerkt, staan erop beschreven. En even voor de duidelijkheid, ik kan geen kubus oplossen. Echt niet. Maar je hoeft ook geen kubus te kunnen oplossen. Ja. Want de app zegt jou, letterlijk zegt jou, het kan optisch zijn... Of echt geblinddoekt, zelfs kan ook nog. Wat je moet doen. Er zijn zelfs andere opties. Ja, dat zeg ik. Je hebt geblinddoekt. Ja, dat bedoel ik. Met geblinddoekt dat je echt niet eens ziet. Ja, je kan. Het is echt. Ja. Ik was toen Venom Cube uitkwam met die voorspellingen, dat dingen matchen, dacht ik. Nou, nu kan het niet gekker worden. Nou, mensen. Ja, ik heb Venom Cube. Het is nog gaver dan Venom Cube. Omdat het gewoon echt. Mensen kunnen zelf draaien. Dus niks shells, plaatjes, gekke dingen. Twee kubussen. Ik heb deze truc al een tijdje, alleen ik heb hem nog nooit echt in het live gedaan. Ja. Ik heb alleen thuis wat ermee gespeeld. Ja. Dus ik weet ook niet of die nou overkomt, maar je kunt hier echt hele toffe dingen doen. Als je vragen hebt, mag je altijd bellen, mailen. Ja. Langskomen als je 4 uur van tevoren eventjes gaat eten. Dan kunnen we je laten zien. En, ja. Dus CubeSmith, de Complete Kit, €239. Alles bij elkaar. Het zit ook in een mooi stoffen zakje voor op te bergen, dat je op kunt bergen. Ja. Heel gaaf, heel gaaf. Lang geleden, in Azië, moesten jongens ook vaak vechten in het leger. En, als soldaat, zeg maar. En het kwam wel eens voor dat een soldaat omkwam. Dat, als je soldaat bent, is die kans gewoon aanwezig. En dan werd de familie, een zwaard, een miniatuur zwaard overhandigd van het zwaard wat de soldaten, toen waren geen pistolen en geen geweren, bij zich droeg met de naam erin gegraveerd. En de familie kreeg, ik zal het een beetje laten zien hoe het uitzag. Ze kreeg ook in een mooi etui, zeg maar, dat goed bewaard kan worden. Zie, kreeg ze een mooi zwaard. Vaak, ja, dit zo neerleggen, dat was natuurlijk niet gezegd. Wauw, niet eervol. Tomba. Dus vaak, tomba, kochten mensen er zoiets bij. Zie je, dat is een soort standaard. En dan kan het zwaard in. Maar het zwaard gaat er van de zijkant in. Dus je moet eigenlijk dit even weghalen. En dan werd daar het zwaard zo ingeplaatst. Zie je.
En dan werd dit erop geplaatst. En dan kon ook niet eruit. Zodat iedereen het zwaard kon zien. En dat is veel mooier om te zien. Maar soms, bij bepaalde gelegenheden, werd het openlijk getoond. Maar bij feestelijke gelegenheden of bij andere dingen werd het ook wel eens afgedekt om de aandacht niet altijd hier naartoe te laten leiden. Nou, we hebben een klein doekje. Dat doekje trekken we er eventjes zo overheen. Zo, kijk, het past er precies zo overheen. Zo, mooi. En dan kun je van iemand bijvoorbeeld een ring lenen. Nou, mijn standaard product update ring, zullen we dat maar noemen. Je kan dan ook verschillende opties heb je nu. Vorige keer liet ik een Vanishing Ring doosje zien. Die zou hier perfect in combinatie mee zijn. Die hebben we nu even niet. Ik doe het nu even zo. Ik zou deze ring bijvoorbeeld in mijn hand gooien. En zou ik Leon vragen. Leon, zou jij mijn pols willen vasthouden? Zou ik echt niet weg kan. Ja. Met de andere hand hou ik hier het doekje vast. Dat ik ook niks stiekem kan doen. Oké. Okay. Let op. We tellen tot 3. 1. 2. 3. Heb je gehoord? Ja, ik hoorde op het moment dat de ring verdween, hoorde ik iets tegen het zwaard tikken. Nou, je zou het niet geloven, maar als je dit doekje namelijk omhoog tilt, zie, dan zie je zo dat nu op het zwaard. Kan ik ook even halen? De ring. Mag daar? Ja, moet je de paaltjes even afhalen. En dan mag je het zwaard eruit schuiven. Kijk, het zwaard is echt gewoon, even voor de duidelijkheid, massief, hè, mensen. Mooi. Dit is Collectors Workshop Samurai. Dit is mijn eigen versie. Mijn eigen collectie. Hele mooie. Dus deze is misschien niet helemaal nieuw, laat ik het zo zeggen. Als je ze koopt, zijn ze helemaal nieuw. Maar we hebben voor de demonstratie gewoon mijn eigen even gebruikt. Samurai, ik zei het al, van Collectors Workshop. Prachtige versie. Dit is met een oriëntaal zwaard. We hebben ook een versie die heet Knights. De Knights Templar. En dan heb je een ridderzwaard. Dus echt, weet je, echt een zwaard met een. Ja, een T-ding. Kruis, ja, echt een T-ding. T-ding. Ja, prachtig gemaakt. Perfect voor stand-up, salon, presentaties. Kan niet helemaal rondom, lekker bij. En voor de rest super gemakkelijk uit te voeren. Schitterend gemaakt. Mooie werking. En je kan er, ja, geniaal. En ik vind ook dat als je er een verhaal bij maakt, dit verhaal is het verhaal wat ze in principe er standaard bij leveren. Als je er een beetje uitwerkt of een ander verhaal bij zoekt, dan wordt het geheel nog mooier. En dan wordt het ook poëtisch. En nogmaals, voor de ring, verdwijning kun je natuurlijk allerlei dingen, opties pakken. We hebben hier even een eenvoudige versie gepakt. Ja, Samurai is dit €199. En hetzelfde geldt ook voor Knights Templar, ook €199. Echt vakmanschap. Ze worden met de hand gemaakt en ze worden ook maar met een paar tegelijk gemaakt. Wij zijn inmiddels in onze tweede levering hebben we nu ontvangen, zeg maar. En die zijn ook alweer bijna erdoorheen. Dus er komen altijd nieuwe. Zolang ze maken natuurlijk. Het is echt de moeite waard. Als je mooie dingen wil hebben die ook mooi staan ergens. Als je dit in je huiskamer zet. En je hebt vrienden die op bezoek komen die zeggen gegarandeerd. Wat is dat voor zwaard? Ja. Mogelijkheid om een truc te doen. Zonder dat je zelf hebt gezegd. Willen jullie een truc zien? Dus dat is weer een dingetje in het koppertje, zeg maar. Oké, genoeg over Knights Templar en Samurai. Nu hebben we ook nog wat leuks. Ik heb hier een lamp. Ja? Ja, de winkels zijn dicht. Dus ik heb mijn vraag, als iemand een lamp heeft. Ja? Laat even een mailtje achter. Dan, ja, dan kom ik een keer op bij zijn lamp kapot namelijk. Ja, dat is wel kan. Oké, ja? Ja, de winkels zijn dicht. Ik kan geen nieuwe P halen. Hè? Maar dit is een lamp, René. En dan moet je eens kunnen of jij zo'n lampjes uit de lucht geplukt hebt. Ja? Dan doe je bijvoorbeeld zo, pak je een lampje uit de lucht, een blauw lampje, zie. En als je wil, kun je dat lampje namelijk hier in de lamp gooien. En als je wil, kun je ook in je vingers knippen. Dan gaat het lampje uit. En het mooie is, dat is een gewone peer. Een gewone normale gloeilamp. Een gewone gloeilamp. Wij noemen een peertje hier. Wij noemen een peertje. Ik kan ook in mijn vingers knippen, kijk, dan gaat het weer aan. En dan kan René het lampje er weer uithalen. Het toffe is, lampjes. Dit zijn, sorry. Ja. Hoe zeg ik het? Dit is ook nieuw. We hebben er niet echt mee gespeeld. Nee. Maar als je zou willen, zou je ook. Ik zal het even zo laten zien. Als je zou willen, kun je namelijk verschillende kleuren licht produceren bij de lamp. Maar je kunt het niet als lamp gebruiken alleen. Je kunt het ook
uit de lucht produceren op deze manier. Ja, zie, ja, ja. Dus hij heeft nu een blauwe iets in zijn handen, inderdaad. En je kan ook wit. En als je wil, kun je ook nog twee andere kleuren produceren. Ja, je hebt ook nog groot en je hebt ook nog groen. Ja. Dus voor een idee, je kunt dus echt met je hand, hop, ja, licht uit de lucht produceren. Of laten verdwijnen. Ja. Of witte. En de andere twee kleuren. En ook heel gaaf, dat deed jij straks. Weet je wel, dat je zeg maar iets in je handen pakt. Je hoeft niet eens iets te pakken, maar gewoon in je handen bijna op elkaar houdt. Stel voor je laat iets verdwijnen. Ja, kijk. Dan zou je het echt kunnen laten groeien. Kijk, hoe de licht lijken. Weet je wel. Dus het is blauw, maar je kan ook met wit. Stel je voor dat je dan een rook... een rookmachientje, de Smoke Anywhere, aanrader. Dat je daarmee combineert. Mensen, dat is fantastisch. Ik zat aan magma te denken, die we vroeger verkocht hebben. Ja. Alleen dit is dan wel betrouwbaarder. Ja. Betrouwbaarder. Dus je kunt echt vanuit hier kijken van een massa licht produceren. Ja. En je handen kun je in principe op deze manier licht tonen. Ja. En je kan er ook nog dingen mee laten verdwijnen. Je kan ook nog een sponsorballetje en alles gewoon mee laten verdwijnen met deze gimmick. Je kunt hier nog veel meer mee. Ja, en de naam verklapt het al op de website. Het heet Sanada Light. Dus het is een Sanada gimmick, zeggen we even bij. Maar dan wel... De 7.0, niet de 2.0, de 7.0. Het liefste zou ik het gewoon laten zien. Ja, maar dat doen we niet. Maar USB oplaadbaar, betrouwbaar, geen goedkoop Chinees spul. Dit is officieel spul. Exclusief. Exclusief, ja. België-Duitsland. Ja. Ja, tof ding. Hey, wat ik net gebruikte overigens, dat was niet van plan dat te laten zien. Dat was de... lampjes die je komt. Opeten, zeg maar. Maar niet alleen blauw, je kan ook zeggen, ik pak groen uit de lucht, zie je. Weg. Of je pakt rood uit de lucht. Of je pakt lichtblauw, kan ook nog, zie je. Of je pakt geel. Je kan allerlei kleuren uit de lucht plukken, zeg maar. Paars kan ook nog. Nou, dit is, wat ik net gebruikte, is een D-Light Multicolor. En dit zijn, zoals je ziet, hele felle lampjes. Heb ik ondertussen even iets sneakies gedaan. Hele felle zijn dit. Maar je ziet hier nou de rode. Ja, kijk, wacht even, kijk. Hoppa! Kijk, goed. Dank je. En de groene. Oh, ben ik ook dus dan hebben jullie ook even alle kleuren gezien voor het idee. Kan ook eens zien. Dus je kan inderdaad allerlei kleuren pakken. Fantastische dingen zijn hulpmiddelen. Die je overal kunt inzetten. Ja, dus dit is de Sanada Light. Sanada Light, compleet met video-instructie, oplaadkabel, alles erbij. Ja. €54,95. En de Multicolor D-Light. En wat ik net gebruikte waren de D-Light Multicolor. En die kosten volgens mij €39. €39 per twee, dus je kan dan van hand naar hand lampjes doorgooien, overgooien, verkleuren, overpakken, noem maar op. En wat Leon net gebruikt overigens, als je een glas of een fles drank hebt en je hebt die gimmick in je hand, dan ligt het hele glas op. Dus je kan in combinatie met de D-Light, zeg maar, een blauw lampje luchtplukken, je gooit het lampje zogenaamd in het water en de hele vloeistof ligt compleet op. Heel gaaf. Check de video even op onze website, dan zie je exact wat hij er allemaal mee kan doen. Maar het is, mogelijkheden zijn eindeloos. Eigenlijk je eigen fantasie bepaalt hoe ver je kunt gaan daarmee. Dan hebben we nog iets tops. Allereerst, ik heb een voorspelling gemaakt. Normaal gesproken maak ik een voorspelling door kaarten op diverse zakken te stoppen. In mijn rechterzak eentje, in mijn linkerzak eentje, in mijn achterzak eentje. Dat doe ik die niet, want ik zit, dan zou je een friemel krijgen en de kaarten vouwen ook in mijn zak. Dus ik heb de kaart die normaal in mijn rechterzak zit, hier onder de hoek gelegd. De kaart in mijn linkerzak hier onder de hoek gelegd. En de kaart die in mijn borstzak zit, of in mijn kontzak zit, hier gelegd. Dat moet je zien. Goed, we nemen het spelkaart er even bij. Spelkaarten, ik zal laten zien. Allemaal kaarten, yes. Weet je wat, Leon? Je mag het spel kopiëren ongeveer op de helft. Top, je mag 3 kaarten pakken. Nou mag je... Het is belangrijk in ieder geval dat de waardes verschillend zijn. Dus dat je niet bijvoorbeeld 2 achter of zoiets hebt of 2 zessen. Nee. Oké. Dan heb je kans dat ze allemaal dezelfde kleur hebben of dat er één een andere kleur heeft. Eentje is afwijkend. Oké, dat is een afwijkende. Als je de afwijkende kleur mag je in je kontzak stoppen. Of in dit geval het borstzakje. En in dit geval is dat de hoek hier. Dan mag je blind neerleggen dat je hem niet kan zien. Dan heb je nog 2 kaarten over. En die mag je in je linker en rechterzak stoppen. Oftewel hier en hier neerleggen op de mat. Wat zelf wel, links. Mag je zelf weten waar je het neerlegt. Ja. Oké. Je mag het spel nog een keer kopiëren. Fantastisch. Je mag nog een keer 3 kaarten pakken. Yes? Oké. Ver? Ja. Oké. Concentreer je even op die kaarten. Want ik denk... Ik zie een dame. Ik zie daar bollen bij. Het
klinkt logisch, maar goed. Drie bollen, dus een klaver. Klaverenvrouw? Klaverenvrouw? Heb je erbij? Ja. Oké, klaverenvrouw, oké. Oké. Dan zie ik een kaart, een beetje een liefdeskaart zou ik zeggen. Namelijk twee mensen, maar ik zie ook twee hartjes. Ik zie een harten twee, klopt dat ook? Kijk, oké. En dan zie ik een paar zwarte harten, eigenlijk een beetje triester. Maar dan met dingetjes eronder, voetjes eronder, dus daar zijn schoppen. Een schoppen vijf, zie je die ook? Ja. Oké, schoppen vijf. Dus drie kaarten kun je zomaar raden. En de toeschouwer, kijk, je kan met je rug naar de toeschouwer staan terwijl je dit doet. Even belangrijk. Maar goed, dat klopt. Maar dan. We doen deze even weg voor het overzicht. Zo. Je hebt kaarten in je zakken gestopt, officieel. En ik heb kaarten ook in mijn zakken gestopt. Ja. Even voor het idee, ik pak de kaart even. Het is echt één kaart maar, die hier ligt, in mijn zak. Had ik van tevoren gestopt een klaver 4. En jij hebt gekozen uit het spel en die neergelegd de klaver 4. Mooi, mooi, mooi. Maar je had ook een kaart gestopt in je rechterzak. En dat is de harte 7. Als ik hier kijk, ligt hier namelijk de harte 7. Je mag de kaart aan die kant ook onderuit schuiven als je wil. Dat is een ruiten aas. En jij had gekozen... Ook een ruiten aas. Dank je. Mooi, mooi, mooi. Nou, dit is de vernieuwde uitvoering. Oh, wel even goed bij elkaar pakken. Zo. We hebben namelijk rode ruggen en blauwe ruggen. Zo. Dat is allemaal matcht. Dit moet terug in het spel. Dit is de nieuwe versie van de oude truc Triple Impact. Daar hebben wij superveel verkocht. En nog steeds trouwens. Dit is de nieuwe versie. En die heet Triple Impact Collateral Damage. En eigenlijk is dit de klassieke versie. En de klassieke versie is enkel met de kaart in je zak. Maar Peter Nardi heeft in al die jaren heeft hij de routine verder ontwikkeld. Dat hij hem demonstreerde. En heeft hij toegevoegd dat je de kaarten, dat je nog drie kaarten mag pakken. En dat je weet welke dat het zijn. Voor de duidelijkheid. De kaarten die de toeschouwer pakt, willekeurig die jij raadt, weet jij van tevoren niet en zijn altijd anders. Ja, ze kunnen per ongeluk dezelfde kaarten pakken natuurlijk. Maar het zijn altijd andere kaarten. En voordat ze pakken, weet jij niet welke kaarten het zijn. Ik heb de video gezien, letterlijk net voordat we het op zijn genomen. En het is goed onthouden. Het is een makkelijk systeem. Dus niet de uren wegvlekken dingen. Zeer logisch en makkelijk. Absoluut een aanrader. Voor de prijs van €29,95. Compleet met alle kaarten, alles wat je nodig hebt. Hopelijk heb je kaarten in je zak. En je bent klaar om te gaan. Triple Impact Collateral Mooi. Damage. Exclusief. Exclusief. Heel goed, Leo. België en Duitsland. Nederland, België en Duitsland. Ja, absoluut. Dan heb ik hier iets wat je waarschijnlijk wel kent. Eén. Wie zit de kaartje? Dynamite. Ik schrok het verder. Maar goed, wie zit de kaartje? Yes. Kijk. En ik heb één sigaret. Ver? Yes. Okay. Stel voor, je neemt de sigaret. Je zet de sigaret op de kaart neer. Zo. En je drukt die sigaret langzaam tussen je vingers door, zo, door de kaart heen, zie. Zodat de sigaret compleet door de kaart heen steekt, zie. Nou kun je die sigaret er ook weer terug uithalen, zo. En dan eindig je dus met de sigaret en het kaartje. Nou, nu doen we het met een kaartje, maar je kan ook... een munt gebruiken, je kan bankbiljetten gebruiken, je kan speelkaarten. Alles in principe, alle platte voorwerpen kun je gebruiken om de sigaret doorheen te laten smelten. Je krijgt natuurlijk een speciaal iets. En je krijgt er niet één, maar je krijgt verschillende soorten gimmicks, zoals wij dat noemen. Zodat je door allerlei verschillende objecten op allerlei verschillende manieren een sigaret kunt laten dringen. Dit heet Soft Cigarette. En soft cigarette kost €32,95. Ze gaan ook hard, er is meestal tijd bij. Ja, stamp je tegen de stoel aan. Ja, dat is een mooi ding. Aanrader. Een visueel dingetje, ook voor social media bijvoorbeeld. Ook heel mooi. Je kan hem ook prima live doen. Maar op video is het ook een heel visueel dingetje. Soft cigarette, leuke truc. Nu heb ik nog iets leuks, nee. Ja. Ik heb hier een Sharpie. Voor de mensen die het niet weten, artikel 1122 als ik het goed heb. Ik heb alleen een sharpie dop nodig en een muntje. En de bedoeling is dat wij die wat te balanceren. Je kunt even een kaart hebben. Misschien iets beter. Ja, het staat hier dop stevig.
Kijk. De bedoeling is dat de munt. Tada! En het leuke is, René, als je je concentreert, dan kun je die munt. Zo. Van de dopper laten halen. En dat is een 2 euro sharpie dopje. En een kaart. Oké. En dit is. Magneto. Magneto. Van de dopper trouwens of terug. Henry, Harris en Armando C. Wie C ook maar zijn. Ja, weer een product uit de Henry Harris range. Die normaal zie je allemaal kubus terug van hem. Maar nu is het totaal anders. Zeer goed gemaakt. Je hebt de volledige controle over het geheel. Ja. En je kan bepalen of de munt valt. Op. Als jij zegt, bam, hij moet vallen, valt hij. Of je zegt, ik wil dit doen. Magisch, ja, kan de toeschouwer magisch doen. Met vrije handen kun je dan de munt laten vallen. En je bent niet beperkt, hè, tot de munt. Nee, je kunt het met, ja, eigenlijk zou je in principe met alles kunnen wat je op de dop kunt zetten. Ja, je hebt meer mogelijkheden daarmee. Op de video leggen ze nog meer dingen uit die totaal anders zijn dan wat we nu doen. Die ook mogelijk met deze set. Die ook mogelijk zijn met deze set, zo moet ik het zeggen. Magnet O heet dit. €109,95. Ja. En we laten nu even simpel toepassingje zien. Maar, ja, stel ook een Sharpie mee, denk ik, is wel handig. Ja, zou ik doen, zit er niet bij, dan heb je logica. Zwarte zou ik wel. Dan kun je de Sharpie die je de hele act gebruikt, kun je dan eigenlijk zogenaamd gebruiken tijdens deze act. Dat is een goed idee. Ja, ik heb hier nog een foto van een bekende goochelaar, schuine strijp. Boeien, koning. Houdini. Nee, die kan ik. Eric Weiss. Houdini, bekend om zijn ontsnappingen uit kettingen, handboeien, enkelboeien, haltboeien, overal kon hij uit ontsnappen. Maar soms werd hij ook opgesloten in bijvoorbeeld een kist of in de water torture cell, weet je, die grote glazen kist waar hij uit ontsnapte. En dan vroegen mensen zich af, hoe gaat hij door die wanden van die kist heen? Hij moet er doorheen om te kunnen ontsnappen. Nou, ik ga het een beetje laten zien hoe dat werkt. Ja, niet hoe het werkt, maar hoe dat zou kunnen zijn gegaan. Ik heb namelijk hier een massief mes, zeg maar. En wat we even een kist noemen. En die kist heeft in het midden een inkeping, zie. Dan kun je verder ook gewoon verder leeg. Het massieve mes gaat door de kist heen op deze manier. Dan neem je de kaart en die kaart kun je er doorheen steken. Maar wat gebeurt er? Houdini, de kaart. Je ziet het, die komt tegen het mes aan, dat is logisch. Maar Houdini zou Houdini niet zijn als hij plotseling door het mes heen zou kunnen gaan. Zie je, het is echt dezelfde kaart ook, geen grapjes. Zie je? Sterker nog, je mag de kaart er gewoon langzaam uittrekken. Ja, daar komt hij. En hij gaat er volledig doorheen. En je eindigt dus met het mes. En het de kist. Het mooi, kist. Mooi. Het frame wil ik zeggen. En hier van de applausje. In principe, alles mag onderzocht worden, er is niks te ontdekken. Applausje voor Harry, kijk. Hoe dan? Buikdom ja. Even voor jullie. Mooi dingetje. Mini Illusion, exclusief bij Dynamite ook. Super gemakkelijk te doen. Hele korte instructie. Ik verwacht hier veel van. Korte instructievideo, maar je hebt ook niet veel nodig. Om te leren. Ik verwacht er veel van, bedoel ik, omdat ik denk dat dit voor deze prijs en voor wat het is, een erg leuke truc is. Ja. Dus de Mini Illusion. Aanrader. Dan hebben we nog een mooi dingetje, ook gloedje nieuw. Alle dingen zijn gloedje nieuw. Een mooi houten kistje. Viking, wil ik zeggen. Viking Collection Workshop ook. En in dat kistje zitten twee stapeltjes fiches. Leon. Eén stapeltje fiches voor jou en één stapeltje fiches voor mij. Yes. Het idee is als volgt. Jij mag die fiches voor jezelf bekijken, zodat ik ze niet kan zien ook. Zal ik mij ook een beetje bewerken hier? Ja, heb je? Ja, ja. Je mag één van die figuren in gedachten nemen. Eén willekeurig in gedachten nemen van die figuren. Heb ik. Heb je er eentje? Niet zeggen welke het is. Ik gok dat het deze is en ik leg hem blind in het kistje. Je mag het gedachte genomen fiche ook blind, dus met de afbeelding naar beneden, in het kistje leggen. Dat ik niet kan weten wat het is. Oké, perfect. Je mag een tweede fiche in gedachten nemen.
Heb je een enkele gedachte? Niks laten zien, niks vastpakken. Heb je er eentje? Ja, heb ik. Oké, ik gok deze. Mag je fiche waar je gedachten hebt genomen, heb erin leggen dat ik niet kan zien wat het is. Top. Oké. We hebben allebei twee fiches erin gelegd. We hebben er drie fiches over. Dat is helemaal juist. Neem een derde fiche in gedachten. Ja, deze. Ja? Niet meer wisselen. Ik gok op deze. Oké. We hebben nog twee fiches over. Neem één van de fiches in gedachten. Heb je er eentje? Dan gok ik op deze. Kijk, we hebben allebei nog één fiche over. Dat is goed, ja. Nou ja, dat is zo, sterker nog. ik leg mijn fiche erin. Zo, heel eerlijk. En jij legt het laatste fiche er ook in. Top. En we gaan kijken, want mijn stapel, jouw stapel. Alle eerlijkheid, ik zal zo omdraaien, niveau spelen. En we gaan kijken, want als eerste onderop, opzij leggen is makkelijker, had ik namelijk een ster en jij had een ster. Als tweede had jij een golfjes. Ik had golfjes. Als derde had ik een vierkant, jij had vierkant. Als vierde had jij cirkel en cirkel. En als vijfde had ik de plus en jij ook de plus. Alles mag onderzocht worden. Niks te ontdekken. We hebben niet iets met plaatjes wat opplakt of wat dan ook. Magnetische plaatjes, plakplaatjes, noem maar op. Complete set. Prachtig mooi gemaakt door Viking Magic. Ja, kom erin. Zo. Compleet met instructies, uiteraard. Gemakkelijk te doen. Je kan het eigenlijk volledig recht op de presentatie. Voor de prijs van €125. Mooi product. Mooi. Ook weer een exclusief. Sorry dat we het steeds zeggen, maar ook een exclusief product in Nederland en België. Bij Diamond Magic Shop. En we proberen gewoon dit soort mooie dingetjes te vinden voor jullie. Dat je denkt, wauw, als ik met Dynamite koop. Dan weet ik ook dat ik dingetjes heb die misschien en niet elke goochelaar heeft. Maar dat ik ook bijzondere dingetjes koop waar ook veel moeite in gestoken is. En dan komen er mooie dingen aan. Ja. Je voorkomt zo ook een beetje dat, kijk, er worden natuurlijk sommige producten worden in massa gemaakt. En dat zijn niet altijd de beste producten, kunnen we best zeggen. Die proberen wij te ontwijken. Af en toe slipt er eentje tussendoor. Dan we denken, niet zo best. Maar met dit soort producten, zeker van toch wel de goede merknamen die al tientallen jaren in goochelwereld actief zijn. Koop je gewoon producten waarvan je weet, dat zijn gewoon goede producten, klaar. Die zijn al zoveel verkocht en zoveel reviews over zoveel mensen die het gebruiken, dat je weet dat je gewoon een goed product hebt. Heb jij nog iets? Nee, ik heb hier alleen een sharp. Ik heb nog één dingetje, eventueel. Een houten kistje. Zeg ik rust even. Neem er even een kaartspel bij. Overigens, sorry voor de vele knipjes in deze video. Het heeft vooral mee te maken dat we een camera hadden. De camera hierboven, die een paar keer dacht, ik kap ermee. En dan kwamen we pas achter, als we even een kijkje nemen, dan zei je, hij is uit, weet je wel. Dus in principe, daarvoor. Excuus daarvoor. Ik heb hier een spel kaarten. Leon, je mag een willekeurige kaart uitkiezen. Ik pak mijn lievelingskaart. Kijk, die zit toevallig ook naar bovenop. Top. Ja. De kaart gaat in het doosje. En als je het doosje sluit, zit de kaart volledig opgesloten in het doosje. Kun je ook zien hier. Zal ik er een bal, een stalen bal, in het rollen. Kan daar ook niks mee gebeuren. Eerlijk, hè? Ja. Oké. Het idee is als volgt. Stel nou voor dat je die bal op de kaart legt, op deze manier. Dan kun je namelijk de bal, hou je hand eronder als je wil, heel langzaam, toosje een beetje mee vasthouden zo, door de kaart heen laten smelten. Hop, daar komt hij. 1, 2. Hop, zie. En het leuke is, als je dan de bal krijgt, is natuurlijk nog massief, maar ook de kaart zit nog steeds op zijn plek, zie. En als je het openmaakt, het doosje zeg maar ook, kan ik zo zien, zit die kaart nog steeds op zijn plek. Nou, en als je wil, zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen, maar wacht even, laat mij het doosje eens checken of zo. Nou, je mag gerust ook kijken, het is niet dat er iets geks met het doosje aan de hand is. De kaart zit echt zo helemaal gevangen in het doosje. Ook Viking, ook weer Viking, ja, van Viking. Ja, deze truc verkocht ik in 1999 al. Veel verkocht toen ook. Maar na een paar jaar zijn we ermee gestopt omdat, ja, ik weet niet of de markt nog verzadigd was. En nu hebben we ze weer terug en dit is inmiddels de tweede levering al. Want de eerste levering was ik er zo doorheen. Ja, ook een leuk ding. Leuke truc. Ook niet heel moeilijk. Kan niet rondom, maar wel met mensen van voren. Visueel dingetje eigenlijk. Ja.
En ook weer tof gemaakt. Hout, hou ik ook van. Hout, walnoothout, dacht ik, het is €55. Compleet met instructies in Nederlands en Engels. Dit was overigens het deck wat we de vorige keer hebben laten zien. De DMC Elias versie 5. Gemerkte kaarten. Gemerkte kaarten? Ja, gemerkte kaarten. Ja. Dat. En als ik de lijst check, dan hebben we volgens mij alles gewoon gehad. Nog één dingetje. Ja. Ik zie een ballon hier achter mij. Ik zie jouw ballon. Ik zie de ballon niet. Daar zit jij een beetje voor, denk ik. Die staat hier al de hele dag. Die daar in de baas, bedoel je? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Staat die in de weg zo? Nee, maar ik voel me wel af waarom dat hij daar stond. Nou, ik vind het leuk. Af en toe als ik niks te doen heb. Vroeger was ik met carnaval hier. Altijd wel cowboy, weet je. Altijd schieten met pistooltjes. Dus ik denk, misschien als ik daar een ballon neerzet en ik maak zo een pistool met mijn vinger zo. En ik schiet erop. Kan ik de ballon stuk schieten. Ik vond het altijd leuk gevonden. Altijd leuk gevonden. Dit is overigens. Dit is gewoon een toffe dit truc. Was de Balloon Burster. Ik pak er even bij. Dit is de Balloon Burster. En met de Balloon Burster, gewoon een stokje met een ballonhouder erop, kun je ballonnen op afstand laten knallen. Nou, het toffe van dit is dat je ook nog, als je even verder kijkt op de website, het is te veel werk om het hiervoor te prepareren, hebben ook de Balloon Light and Rose Kit. Ja. En dan wordt het helemaal te gek. Dan kun je ook nog de lampjes die we eerder in deze update gedaan hebben, of die je hierna ziet, moeten kijken, want we moeten iets monteren. Ja, dan kun je die combineren. Kun je lamp, ja, kun je ook nog de ballon in de kleuren laten oplichten van de D-lights en van de Sanada gimmick. Lampjes erin, lampjes eruit. En op het laatst kun je de ballon ook nog laten knallen. Ja. Nou, even voor de duidelijkheid. Dit is de originele versie. Dit is niet de Taiwan Ben versie die je ook wel eens geadverteerd ziet. Dit is de originele versie van Jai Min Lee. En die is kwalitatief totaal anders dan de versie die uit Amerika komt. Laat ik het zo zeggen. Dat kunnen we deze gewoon. Deze werkt 100%. Deze werkt 100%. Exclusief, zeggen we het weer. Bij Dino Magic Shop. Een hele strakke prijs, ook 99, dacht ik, terwijl ik zei goed. Ik dacht ook 99, ja. Of 99,95, een van de twee. 99,95. Voor de Balloon Burster. En ja, ik ben niet hands-free, maar hetgeen om de ballon te laten knallen is zo klein en zo mooi dat je het gewoon overal kunt verstoppen, zeg maar. Balloon Burster. En daarmee zijn we, er staan geen andere ballonnen meer die we moeten kapot schieten. Nee. Aan het einde gekomen van deze leuke nieuwe update met mij erbij. 124 inclusief Leon. Ja, we hopen je te zien in de winkel of van je te horen online of je te zien in de livestreams op dinsdagavond. Er wordt steeds meer allemaal dit soort dingen. Dus ik moet even schakelen door alles ook wel heet. Livestream update. Check ons ook op Instagram. We plaatsen bijna dagelijks nieuwe trucs die uit zijn ook op Instagram. Volg ons ook op Facebook. Op YouTube ook. En op YouTube, als je je abonneert op ons kanaal. Elke keer als wij een nieuw product krijgen waar in ieder geval een video bij zit. Die wordt allemaal geüpload op ons kanaal. Dan zie je altijd, nieuwe truc. En ook de updates zie je dan automatisch verschijnen. Dus dat is zeker een aanrader. Ja, zeker weten. Dat was het, hè? Een nieuwsbrief hebben we ook nog. Nieuwsbrief kun je ook nog opgeven, ja. Dus. Heel erg bedankt. Ik bedank jullie voor het kijken. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei!